De Biep is heel lang dicht geweest, is vandaag weer open. Wat hebben jullie in tussentijd gedaan? Ja, we zijn ontzettend druk geweest met alle duizenden tasjes die we gemaakt hebben. We hebben onze afhaalbiep en onze reserveerbiep, daar is zeer gretig gebruik van gemaakt door onze klanten. We hebben ruim 17, bijna 18.000 tasjes mogen maken voor klanten die ze de afgelopen 4,5 maand hebben geleend bij ons. Ter vervanging van het zelf mogen snuffelen, dat waren dan tasjes met een specifiek boek of met een genre. En dan maakten we verrassingstasjes. Heel veel werk, maar wel heel dankbaar werk, want daardoor konden we in ieder geval toch onze leden iets bieden in de afgelopen 4,5 maand. U bent een van de eerste gasten vandaag hier in de Biep in Lichtenvoorde. Hoe voelt dat? Heerlijk. En het is net of ik uit ben, een uitje weer. Ja. En wat hebt u zo gemist dan? Ja, de boeken. Gewoon een snuffelen tussen in de rekken. Gewoon uitzoeken. Niet via internet wat uitzoeken, maar gewoon in de handen. En dan, dat heb ik gemist, ja. Want alleen maar een boek bestellen via internet, dat is een andere sensatie. Ja, vaak valt het toch tegen, want ja, je kunt het niet goed doorbladeren en kijken waar het over gaat. Dus ik heb het liever zo in de handen en dan kan ik het doorbladeren. Dat vind ik fijn. Wat heb je dan het meeste gemist eigenlijk? Ja, de mensen. Het contact, de blijheid als je de deur open mag doen en dat mensen binnen kunnen lopen snuffelen en gezellig een praatje maken met elkaar. Wat we ook heel erg gemist hebben is het contact met de scholen. Ons taalhuiscontact met de mensen die graag Nederlands willen leren. De cursisten die bij ons cursussen volgen. Dus we hebben heel veel gemist. Ja. En wordt dat allemaal nu ook onmiddellijk opgestart of gaat dat gefaseerd? Ja, het gaat gefaseerd. We gaan eerst weer open zodat de uitleen weer opgestart kan worden. Het taalhuis mag gelukkig de één-op-één contacten weer opstarten. Dat betekent dat in ieder geval de taalvrager en de taalvrijwilliger aan de gang kunnen. We gaan heel langzaam maar zeker beginnen met het opstarten van de digitale spreekuren, zodat mensen weer hun digitale vragen bij ons kunnen stellen. De scholen, daar gaan we ook heel voorzichtig weer mee in overleg om te kijken wat we daar weer mee kunnen. Maar wat bijvoorbeeld wel vol opgestart gaat worden, dat is in drie vestigingen bij ons, dat is het Bieplab. Het Bieplab, dat is een soort van snuffelplek waar kinderen kennis kunnen maken met de 21ste eeuwse vaardigheden. En kinderen mogen weer in groepen bij elkaar komen. Dus daar gaan we volop weer mee bezig. De Biep, de sportschool, de dansschool en het zwembad zijn nu allemaal weer open. Mark Rutte heeft voor het eerst het woord dansen genoemd. Ja. Wat ging er toen in u om? Nou, eigenlijk stom verbaasd. Want wij vallen de ene keer onder sportscholen en de andere keer vallen we onder cultuur. En nou werd in één keer dansscholen genoemd. Maar daarna heeft het niemand meer gezegd. Dus wij hebben dansbonden, heet dat. Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren. En die hebben met het ministerie contact. En daar krijgen wij gewoon een dansprotocol, wat we wel en niet mogen. Dus ja, we waren heel blij. Alleen het feit dat we mogen beginnen is al gewoon geweldig. Hebben jullie veel leden verloren? Nou, we zijn eigenlijk weer net begonnen. En ja, we hebben uiteraard, er zijn mensen die zeggen, nou, we wachten tot september en dan komen we wel weer. Maar we hebben nog steeds eigenlijk contact, omdat we heel regelmatig met de leerlingen mailen. Of wat leuks doen. We hebben op de site, hebben we net als heel veel dansscholen en heel veel sportscholen, dat ze kunnen oefenen thuis. Maar goed, iedereen is zo druk, dat weet je eigenlijk niet. Maar iedereen die weer terugkomt en die nauw is, we proberen alles weer in te halen. Dat wil zeggen, alle gemiste lessen kunnen ingehaald worden. Dus in kleine groepjes. Gelukkig hebben wij hier twee zalen. En dan, we zijn alweer begonnen met streetdance hip-hop. Dat doet Audrey dus. En dat doet ze al buiten, dat mag. En officieel mogen we salsa en dat soort dingen. Dat is allemaal binnen. Dat kan dus nog wel gewoon. Maar zoals solo dance en zumba en yogadans, dat mag wel buiten, maar nog niet binnen. De regels zijn daarin. Ja, dat je ze niet snapt, maar denkt, zo hoort het, dus doen we dat ook niet. Maar we hopen dus met 9 april, als dat zou kunnen, dan kunnen we alles weer binnen, want het is natuurlijk veel leuker. Je hebt een fijne zaal en je hebt een goede vloer en dat is ook veel beter voor je knieën en dan is iedereen er ook weer. Dus daar zijn we heel blij mee, als dat zou kunnen. Maar nu zijn we al blij dat we nu kunnen beginnen. Dus vanavond, de mensen die er zijn, die zeggen, oh heerlijk. En ja, je mist het knuffelen van, oh, ben je er weer, gaat het je goed?
En dan van ben je getest, heb je een injectie gehad, dat soort dingen, dat speelt dus wel even. Maar voor de rest iedereen eigenlijk alleen maar blij dat je heerlijk weer kunt dansen. Dus gewoon lekker. Nou, we hebben een hele lijst van allerlei, zelfs overdag kunnen mensen inhalen op afspraak. Dat we zeggen van, nou ben je achter met de les, dan helpen we daarmee. En nou, dan Audrey doet dat dan ook met spinnen hip-hop. En Mike, die geeft dan ook op zijn eigen groep. En dan kun jij dan, dus we spreken met z'n drieën af van, kunnen we daar nog wat mensen kwijt om in te halen. En dan moet je kleine groepjes nemen, omdat ze niet allemaal hetzelfde dansen. Ja. Dus nee, dat gaat heel goed. Maar goed, heel veel mensen hebben het moeilijk gehad. Dus wij zijn gewoon alleen maar blij dat we weer kunnen beginnen. Ja, heel blij natuurlijk. We hebben natuurlijk een gedeelte buiten gedaan al. Vanaf maart hebben we fitness buiten aangeboden, individuele trainingen, spinningen. En sinds kort de groepslessen buiten. Maar je hebt natuurlijk een groot deel van je klanten wat gewoon graag en binnen wil trainen. Maar daarnaast ook van apparatuur gebruik wil maken. En dat vinden ze, ja, dat is buitengewoon veel lastiger. Met name het oudere publiek. Landelijk is het verloop 30%. Hoe is dat hier bij jullie? Ja, dat is bij ons ook. Ja, 30, 40%. Helemaal precies weet ik het niet. Maar we hebben wel een groot verloop. Ja, en ik hoop dat gewoon heel veel klanten nou uiteindelijk ook weer terugkomen. En ik begrijp ook dat er klanten zijn die gestopt zijn, die bijvoorbeeld of hun werk verloren zijn. Met name natuurlijk in de horeca. Ja, dat je dan je abonnement op gaat zeggen. Maar we hebben ook een heel groot bestand wat gewoon lid is gebleven. En daar zijn wij gewoon heel dankbaar voor. Dat hun ons gesteund hebben. En ik krijg er kippenvel van. Dat ze ons op die manier geholpen hebben om in ieder geval deze crisis door te komen. En zeker omdat het eigenlijk in twee periodes gegaan is. En wij hopen ook dat we nu niet nog een keer weer onze zaak moeten sluiten. Maar goed, dus we hebben ook heel veel klanten die ons, familie die ons gesteund heeft, klanten die ons gesteund hebben. En dat, ja, dat dan weet je ook wel weer waar je dat voor doet. Wat heeft u eigenlijk het meest gemist toen de mensen hier niet in de sportschool terecht konden? De klanten, het praatje, het, daarvoor doe je dit. En je wordt heel erg afgezonderd. Het enige waar je inderdaad kwam is in de winkel. Ja, en dan zei mijn partner wel eens van, ik breng je wel. En dan, maar kijk maar hoe lang je blijft, want dan kwam ik die tegen. En die, en hoe is het, en hoe gaat het, en weet je. En dat hoeft nu niet meer, dat kan nu gewoon hier weer. En dat, ja, dat vind ik gewoon fijn. En we merken ook als mensen weer beginnen met sporten, ja, mensen vinden het gewoon fijn. Zijn er ook positieve dingen, wat eigenlijk, ja, naar aanleiding van de corona, dat er ook positieve ontwikkelingen zijn in deze? In het begin hadden we kracht en cardio, alles eigenlijk in één of, ja, of twee ruimtes. En dat hebben we nu kunnen splitsen, dus je kunt nu eigenlijk veel meer aanbieden. En we hebben gewoon veel meer ruimte, dus mensen kunnen afstand houden. Bent u zelf in die tussentijd wel positief gebleven? In maart, toen we dichtgingen, hebben we wel, wel heel moeilijk gehad. Ja, van nature ben ik gewoon een positief mens. En ik probeer dan toch die positieve dingen eruit te halen. En dat gaan we nu gewoon ook weer doen. Maar het is niet makkelijk geweest. Echt niet. Van 15 december tot 16 maart zijn jullie helemaal dicht geweest. Na die tijd waren er weer zwemlessen. Nu, vandaag 19 mei, voor het eerst weer baantjes zwemmen om 7 uur. Ja, hoe groot was de animo? Groot. Lijkt het niet, een paar zwemmers in heb zitten, maar veel mensen vroegen al weken van wanneer mogen we weer. Dus mensen willen graag. Dus de behoefte was er wel degelijk? Jazeker. Maar ook voor de groepslessen. En helaas mogen die nog niet beginnen. Wanneer zouden die mogelijkerwijze aan de orde kunnen zijn? Ja, de volgende stappen die wordt gezet op 9 juni en we hopen dat we dan de groepslessen ook weer mogen opstarten. Ja, vanmorgen dus weer blije gezichten en vooral de harde oude kern. Ja, die waren er weer. Ja. Gelukkig. Ja. Voor corona was er sprake van, laten we zeggen, minder gemeentelijke bijdrage aan het zwembad. Dat is door corona is die discussie helemaal verdwenen. Maar bestaat die eigenlijk nog? Die bestaat nog steeds. Als het goed is, wordt dat in de komende kadernota wordt er weer besproken. En dat betekent in de komende maand mogelijkerwijze meer duidelijkheid erover? Dat hopen we. Ja. Ja. Maar vooralsnog, het publiek is er weer en u hoopt erop dat op 9 juli... 9 juni, ja. Ja, dat dan iedereen, of tenminste dat er weer meer mogelijk is. En dat zal allemaal wel in stappen gaan, zoals ik dat begrepen heb uit het stappenplan van de overheid. Dus dan misschien dat we dan eind, misschien in september weer mogen douchen en alles weer redelijk tot normaal is. Hoe vaak zwom u per week voor corona?
3 à 4 keer in een week eigenlijk. 3 keer 's morgens en de donderdagavond deden we altijd de bootcamp. Dat is zo'n doelgroep wat ze hier doen. Ja. Ja, dat is altijd leuk met een man of 15. Maar ook om de conditie op peil te houden. Ja, uiteraard. En het gewicht een beetje beheersbaar. Ja, ja. Het hele pakket. Ja, dat is juist. In de tussenliggende tijd, toen het zwembad dicht was, wat deed u toen? Nou, in het begin ben ik heel veel gaan wandelen. Dat was ook was heel lekker. En toen kreeg ik last van mijn voet, van hielspoor. Ja, dan ga je hem te veel belasten. Ja, dan mag je eigenlijk niks meer doen. Nu hoor je dat veel, hè? Mensen die dus regelmatig zwemmen en geen lichamelijk problemen hebben, ze stoppen met zwemmen en er komen vanzelf problemen. Eigenlijk is volksgezondheid ook verbonden met zwemmen. Ja, die mening die deel ik ook ten zeerste. Het is heerlijk om te zwemmen, inderdaad. Vooral 's morgens. Heel blij dat er hier weer gezwommen kan worden. Maar in de tussenliggende tijd, tussen oktober en nu? Ik heb een beetje vals gespeeld, inderdaad. Ja. Ja, toen ik hoorde dat Eibergen open was, ben ik 2 keer in de week naar het buitenbad in Eibergen geweest. Het water is verwarmd, maar het was natuurlijk af en toe stervens koud. Het was af en toe. Ik heb in de sneeuw gezwommen. Ik heb met -1 gezwommen. Ik heb in de regen gezwommen. Dus dat was best wel eventjes een overgang met het heerlijk warme bad hier. En wat is nou de reden om dat vol te blijven houden, anders dan conditie? Is het ook nog dan ook recreatie? Het is zeker ook recreatie. En ik ben er ook achter gekomen dat ook in Eibergen hebben ze een harde kern. En daar behoorde ik toen ook een beetje toe. Dus het was echt weer even wennen hier. Maar blij dat het er nu weer in Zeker blij dat er nu weer in Winterswijk gezwommen kan worden. Want dan kan ik net even een keertje vaker zwemmen. Hoe vaak in de week zwom u voor corona? Iedere 8 en 7 uur, behalve zondagmorgen. En nou kon het tussen afgelopen oktober en vandaag niet meer. Wat heeft u in de tussentijd gedaan om een beetje de conditie op peil te houden? Wandelen en veel fietsen. We fietsen zo 8.500, 9.000 per jaar. Ja. Natuurlijk wat met ondersteuning. Ja. Ja, we zijn elkaar wel eens in het buitengebied tegengekomen. Ja, ja. Nou, het ging wel iets harder met die ondersteuning, toch? Ja, elektrisch, hè? Ja, ja, precies. Maar wat is het belang van het zwemmen iedere dag? Het belang is dat voor mij gezondheid. Ik heb last van artrose. Ja. En mijn spieren en rug natuurlijk, uiteraard. En ook een beetje voor ontspanning, sociale contacten. Nou, dat soort dingen allemaal. Ja. En als er nou al de openingstijden verruimd worden, dan meestal zwem ik van 7 tot 8:30. En de laatste 3 kwartier is een beetje met elkaar communiceren, om zo te zeggen. Ja, echt recreatief zeg maar. En voor die tijd echt baantjes. Ja, even actief tegenaan en daarna zit in, laten we zeggen, in het andere bad. En ik ben blij dat het weer kan.